Wil je eindeloos muziek kunnen luisteren door heel je huis? Dan zijn wifi speakers, ja, helemaal het einde. Wifi speakers zijn ontzettend handig. Je verbindt ze namelijk eenvoudig met je wifi netwerk om zo muziek te kunnen streamen. Ook wanneer je meerdere ruimtes van muziek wilt voorzien, zijn wifi speakers de ideale oplossing. Je kunt namelijk meerdere speakersets aanmelden in je wifi netwerk en ze allemaal een eigen naam geven. Qua muziek kan je ervoor kiezen om in elke ruimte hetzelfde te horen, maar je kunt er ook voor kiezen om in elke ruimte iets anders af te spelen. Wat is een wifi speaker? Een wifi speaker is een speaker die je verbindt met je wifi netwerk. Vervolgens is het mogelijk om ze te bedienen met je smartphone. Met behulp van een app kan je kiezen om bijvoorbeeld naar je favoriete Spotify playlist te luisteren of een internetradiostation te streamen. Een van de grote voordelen daarbij is dat je meerdere speakersets met hetzelfde wifi-netwerk kunt verbinden en dus tegelijkertijd hetzelfde af kan laten spelen. Maar wil je vriendin in de badkamer naar Spotify luisteren, terwijl jij zelf in de keuken de radio aan hebt staan? Dan kan dat ook. Wifi-speakers zijn er zowel als opbouw- als inbouwspeakers en in verschillende maten. Zo kan je per ruimte gemakkelijk bepalen welke speaker het beste past. Hoe installeer je wifi-speakers? Het verschilt natuurlijk per model en fabrikant hoe je wifi-speakers precies installeert. Pak er dus vooral de handleiding bij voor een exacte omschrijving van hoe jij jouw wifi-speakers moet installeren. Voor deze uitlegvideo pakken we de Power Dynamics WS50A. Je begint uiteraard eerst met het installeren en aansluiten van de speakers. Als je dat gedaan hebt, is het tijd om de speakers in te gaan stellen, waarbij het belangrijk is om de bijbehorende app te downloaden. In dit geval van deze speakers raden we je de 4Stream app aan. Alles geïnstalleerd? Dan beginnen we. Stap 1. Zoek met je telefoon naar de beschikbare wifi-netwerken en klik op de naam van je wifi-speakers. Stap 2. Wanneer de speakers gevonden zijn, klik je op Setup this device. Stap 3. In de 4Stream-app klik je op je eigen wifi-netwerk. Stap 4. Je speakers zijn nu, als alle voorgaande stappen goed zijn gegaan, verbonden met je wifi-netwerk. Stap 5. Nu je wifi-speakers verbonden zijn met het internet, kun je muziek af gaan spelen. Kies bij het kopje Browse voor de streamingdienst waar je muziek mee wilt afspelen. Stap 6. Kan je jouw favoriete streamingdienst nog niet vinden tussen de lijst? Wanneer je op het kopje Manage Music Services klikt, kan je kiezen uit een aantal extra streamingdiensten. Nadat je deze stappen hebt doorgelopen, is het genieten geblazen. Je zou, als je meerdere speakers hebt, nog in kunnen stellen waar welke speaker zich bevindt. Bijvoorbeeld de woonkamer, hal of misschien wel het toilet. Het volume is eenvoudig per speakerset aan te passen in de app. Zo kan de muziek in de woonkamer bijvoorbeeld wat harder staan dan in de keuken. Wifi speakers met Bluetooth. Naast het streamen via wifi is het bij veel wifi speakers ook mogelijk om een verbinding te maken via Bluetooth, zodat je echt elk apparaat kunt verbinden. Zo kan je ook bijvoorbeeld je laptop even via Bluetooth verbinden om de audio van een YouTube filmpje af te spelen over je speakers. Wifi speakers zijn een geweldige oplossing als je een alles-in-één geluidssysteem zoekt voor in bijvoorbeeld je huis of kantoorpand. Met de tips uit deze video lukt het je vast om ze te installeren. Heb je toch nog vragen? Stel ze gerust in de comments. Vergeet niet de video te liken, op ons kanaal te abonneren voor nog meer toffe video's en even op het belletje te drukken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Stap maar in, ja, in die trein krijg jij je zin.